Als je in Groenland bent of IJsland, in Noorwegen was ik korter, dus het is moeilijker te zeggen. Het is echt ongelooflijk als je daar bent. Het is zo stil. Echt, echt stil, stil, stil. En je loopt daar rond of je rijdt daar in van die enorme lege vlaktes en er is helemaal niks of vulkanisch landschap of rotsen en je voelt je zo klein en het is bijna alsof je... Ik zou bijna niet verschieten als er in één keer een dinosaurus langs zou komen lopen. Zo oer voelt het landschap. Het is heel erg mooi. Ja, ik ben een beetje in een kouklum, maar ik denk dat het... Ik vond het echt heel erg mooi en heel erg stil. Er zat een... Er zit zeker een soort romantiek aan die ik wel kan appreciëren. Maar ik denk wel dat het heel koud is. Nog steeds. Het Warme Noorden is een aflevering en die gaat over de kansen die er liggen in het noorden nu de ijskap smelt. Dus er komt eigenlijk zoals Groenland bijvoorbeeld, dat is een land dat stijgt letterlijk met 4 centimeter per jaar. Terwijl natuurlijk heel veel landen verdwijnen door het stijgen van de zeespiegel, wat een gevolg is van het smelten van de ijskap. Wat me het meest is bijgebleven is toen we klaar waren met draaien met Aleqa Hammond, de premier van Groenland. Toen waren we in Nuuk. En Nuuk, daar zitten geen beelden van, dat is de hoofdstad van Groenland. Daar stormt het volgens mij altijd. Een hele kale plek met allemaal gekleurde huisjes. En wij kwamen bij haar thuis. En toen ging zij en haar man en haar moeder en nog een vriendin van haar, gingen ze voor ons zingen. Dat vond ik wel, dat denk ik niet dat ik dat snel zal vergeten. Try again from there. Try drilling now. Dit is wie wij zijn. Wij mensen, wij kunnen het niet laten om overal naartoe te gaan en economisch gewin te zien. Wij kunnen het niet laten om te gaan ontdekken, te ontginnen. En we willen allemaal geld verdienen, we willen groeien, dat willen we gewoon. Het is gewoon heel moeilijk om het te laten voor wat het is. En dat vond ik er wel interessant aan. Ik denk, je kan heel veel commentaar erop hebben, misschien heb ik het zelf ook wel. Maar het is wel wie we zijn, hoe we draaien of keren. Dat land komt vrij en mensen gaan daarheen om te onderzoeken hoe ze daar geld aan kunnen verdienen. Wij zijn op zoek gegaan naar wat gaat daar gebeuren in de toekomst. Het zijn nu nog allemaal kleine dingen, daar gaan we naar op zoek. Je kan daar een moreel oordeel over hebben of niet, maar daar zijn we naar op zoek gegaan. Waarom moet je daar naar kijken? Ik denk juist als je er een oordeel over hebt of ideeën bij hebt, ik denk dan juist moet je gaan kijken, want het is onze planeet, dus wij moeten er allemaal zorg voor dragen. Ja.